Chantal Jansen heeft al een indrukwekkend aantal projecten op haar naam staan, maar een belangrijke carrièrekans in Duitsland heeft ze onlangs laten schieten. Als drukbezette moeder van twee kinderen en carrièrevrouw heeft Jansen ervoor gekozen om haar gezin prioriteit te geven boven een aanbod van de Duitse televisie. In een recent interview met NC spreekt Jansen openhartig over de keuzes die ze heeft moeten maken voor haar gezin. Ze vertelt: "Ik denk dat mijn beslissing om te stoppen met theater vooral te maken had met mijn wens om mijn zoon elke avond in bed te leggen en hem van school te halen. Over het algemeen is televisiewerk veel beter te combineren met gezinsleven dan theater. Hoewel televisie een betere balans met haar privéleven biedt, geldt dit vooral voor werk in Nederland. Jansen besloot een aantrekkelijk aanbod van de Duitse TV-industrie af te wijzen. Toen ik thuis kwam van Schiphol en mijn kinderen in bed zag liggen." Besefte ik des te meer dat mijn familie mijn grootste prioriteit is? Dit is het me niet waard, legt de actrice uit. Jansen's keuze benadrukt haar toewijding aan haar gezin, ook al betekent dit dat ze bepaalde professionele kansen moet laten liggen. Haar besluit om familie boven carrière te plaatsen toont aan hoe belangrijk haar rol als moeder voor haar is.